Goedenavond, beste luisteraars van Radio Positief. Met plezier, met geloof komen wij nog een avond tot jullie met het woord van leven. Met een boodschap van hoop, een boodschap van geloof. Het woord van God brengt hoop. Het woord van God geeft ons kracht om de problemen op te lossen, om de uitdagingen aan te gaan, om naar voren te kijken, de stappen zetten en de doelen bereiken die ook beloofd werden in het woord van God. Nou, natuurlijk is dat niet automatisch en een persoon kan een theoretisch geloof hebben in God, maar dat is niet genoeg om de resultaten te bereiken, omdat het geloof van ons eist dat wij handelen, dat wij acties ondernemen. En een geloof dat geen acties heeft, is een theorie. Dus wilt u resultaten bereiken door uw geloof? Wilt u grote dingen bereiken die God, dingen die God gaan verheerlijken? Dan dient u stappen te zetten en uw geloof in praktijk brengen. Alleen door uw geloof in praktijk te brengen, zult u de resultaten bereiken die door u worden verwacht. Nou, het woord van God zegt het volgende, wat precies dit ook laat zien, wat ik net zei. Dus eerst Samuel 17, 48. Toen de Filistijn is de reus Goliath, tot de aanval overging en al nader kwam David tegemoet, haastte David zich en snelde op de slagorde toe. De Filistijn tegemoet. Dus de Filistijn, de reus, stond op. Of hij stond al, maar hij begon te lopen. Om zich voor te bereiden om oorlog te voeren, om te vechten tegen David. Wat deed David toen hij zag dat het tijd was om te strijden, om te vechten? Wat deed hij? De Bijbel zegt, haastte David zich en snelde op de slagorde toe. De Filistijn tegemoet. Dus David haastte zich. Hij haastte zich. Hij ging snel. En snelde op de slagorde toe. De Filistijn tegemoet. Dus David ging snel de reus confronteren. De Bijbel zegt nog. Stak zijn hand in de tas. Nam er één steen uit. Slingerde die weg en trof de Filistijn tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij voorover ter aarde viel. Dus David haastte zich de reus tegemoet. Hij ging snel, hij rende, hij nam een steen met zijn slinger en hij wierp de steen die het voorhoofd raakte van de reus. En de reus viel neer en werd verslagen. David versloeg de reus door het geloof in de naam van de Heer, zoals wij het hier deze week zeiden. David zei tegen de reus, ik ga tegen je in de naam van de Heer der Heerscharen. Dus wij overwinnen, wij verslaan het kwaad. Wanneer wij er tegen ingaan, in de naam van God, in de naam van Jezus. Daarom de 5 zondagen van de val van Goliath met de 5 stenen, de 5 letters van de naam van Jezus. En elke zondag werpen wij een van de stenen, zodat de reuzen verslagen worden en de overwinning wordt behaald, wordt bereikt. Maar dit wordt gedaan
met geloof. Omdat het onmogelijk is om de reuzen van deze wereld, van dit leven te verslaan zonder geloof. Maar samen met het geloof, dienen wij te handelen. Dienen wij stappen te zetten. Dienen wij de steen te werpen. Dat is handelen. Vooruit gaan, stappen zetten. Niemand gaat overwinnen. Niemand gaat het kwaad verslaan. Niemand gaat de problemen oplossen door het geloof. Zonder te handelen, zonder acties te ondernemen. Zonder risico's te lopen, zonder de uitdaging aan te gaan. Als wij bang zijn om te handelen, betekent dat wij bang zijn dat het ons niet gaat lukken. En dat laat een twijfel zien. Dat manifesteert een twijfel. En wie twijfels manifesteert, wordt door de twijfels verslagen. En wie het geloof manifesteert, wordt door het geloof gezegend. Dus beste kijkers, beste luisteraars van Radio Positief, handel, zet de stap, zoek God, doe wat u dient te doen. Geloof, vertrouw op God, maar handel met geloof. Als u niets anders kunt doen om dat probleem op te lossen en u kijkt naar uw probleem, naar uzelf en u vraagt zich af, maar wat kan ik doen? Er is niets dat ik kan doen. Er is altijd iets. Zij het bidden. Zij het vasten. Zij het naar de kerk komen. Zij het voorstel doen, volgen. Maar u kunt iets doen. Bijvoorbeeld de 5 zondagen in uw carrière zijn om de steen te werpen, geestelijk gesproken. Dat kunt u wel doen. Het woord van God beleiden. En als u dat doet, gaat het u lukken om te overwinnen. Vertrouw, geloof, volhard. Zet de stap, ga vooruit. Omdat de resultaten zullen komen. Dat is zeker. En deze zondag, in de ochtend, om 8:00 's ochtends, ook om 10:00, gaan wij de steen werpen. En vaststellen dat de reuzen zullen vallen. Wij komen zo terug met het gebed. Mijn Heer, zo'n lange tijd probeer ik te veranderen en mij van mijn verleden te ontdoen. Van al die vele fouten die ik al begin. Ik weet dat ik uw vergeving niet verdien, maar ik weet dat u mijn intentie ziet en dat ik door mijn pijn tot hier kwam. Heer, zijn. Alles wat u wilt dat ik zal zijn. Gaan waar u wilt dat ik naartoe ga. En laat u wil altijd in mij geschieden. Zegen vervuld worden in mijn leven.
Ik weet dat er geen andere weg bestaat. Ik geef me totaal over op uw altaar. Heer, ik wil zijn. Alles wat u wilt dat ik zal zijn. Gaan waar u wilt dat ik naartoe ga. En laat u wil altijd in mij geschieden. Heer, ik wil zien uw zegen vervuld worden in mijn leven. Ik weet dat er geen andere weg bestaat. Ik geef me totaal over op uw altaar. Transformeer Onze Heer en onze Vader, in de naam van Jezus bidden wij met een ieder die naar ons luistert. Wij bidden voor degenen die zich zo klein voelen. Mensen die naar hun capaciteit, hun talenten, hun kracht, hun gezondheid, hun financiën, hun leven kijken en ze zeggen, ik heb de kracht niet om mijn problemen op te lossen. Mijn problemen lijken op reuzen. En hoe versla ik deze reuzen? Maar Heer, u bent de enige die de overwinning kan geven aan een ieder die u zoekt en die op u vertrouwt. Dus ik vraag u, strek uw handen nu uit, mijn God. Richting alle luisteraars van Radio Positief en transformeer deze leven. Zegen hun, geef hun de overwinning. Mijn God, manifesteer uw macht om iets groots te doen gebeuren bij een ieder die vertrouwt, die u zoekt, die gelooft, die volhardt, die zijn deel doet. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Ook. Wij vragen ook, mijn God, dat u een ieder zegent die zich bezighoudt met de vasten van Daniël. Mensen die gedurende deze 3 weken, deze 21 dagen, zich bezighouden met u zoeken, met uw geest zoeken. Mensen die uw aanwezigheid willen hebben. En die weten dat u belangrijker bent dan alles. Mensen die erkennen dat hun problemen niet belangrijker zijn dan uw wil en die uw geest zoeken. Degenen die zich bezighouden met zich overgeven. Laat uw geest over hun komen. Laat een ieder weten wat een ieder dient te doen. En op die manier verricht uw werk in hun leven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en wie gelooft zegt amen. God zij dank. Heel goed, beste luisteraars van Radio Positief. Vandaag is het de 13e dag van de vasten van Daniël. De tijd gaat snel voorbij. Over 8-9 dagen is de vasten al voorbij. Maar wij gaan het beste hiervan maken. Wij hebben nog 9 dagen tot het einde van de vasten van Daniël. En het is een kans voor u die nog niet gedoopt werd met de Heilige Geest om de Heilige Geest te zoeken en te ontvangen. En u die de zekerheid niet heeft van de doop met de Heilige Geest, dan heeft u de
kans om, om die zekerheid te zoeken. Op zondag de 18e zullen bisschoppen daar in Jeruzalem zijn en het bidden om de uitstorting van de Heilige Geest over een ieder die zich bezighoudt met hem zoeken. Op maandag komen wij terug op Radio Positief om 10:00 s'avonds met nog een woord van leven. En deze zondag, de tweede zondag van de val van Goliath, en ook de zondag waarop wij het heilige avondmaal zullen houden in de UKGR, zullen wij bijeenkomen om de geest van God te zoeken en deelnemen aan het heilige avondmaal. Niet te missen. Dat God u zegen, een fijne avond verder en tot zondag in de UKGR of tot maandag op Radio Positief om 10:00 s'avonds. Fijne avond verder. Tot ziens.